Nou, echt is dat het zo serieus is dat die kinderen dus ook alleen maar echt kunnen doen wat ze ook nog maar gedesigned zijn om te doen. Kunnen niks anders meer. En als we dan gaan forceren dat ze toch iets anders moeten, dan worden ze ziek. En heel veel kinderen zijn ziek op het moment. En al die kinderen zijn ziek. Ja, de sterren staat eigenlijk al geschreven. Nou, wat voor persoon we zijn. Nou, het staat niet geschreven wat voor persoon we zijn. Wel welke potentie we hebben. Welke talent we totaal gezond is voor ons. Om maar onszelf op te vullen met dingen die we niet zijn. Terwijl we niet geïnteresseerd zijn in onszelf. Het is gewoon totale gekte waar we mee bezig zijn. Als je dan daarnaast nieuwe autoriteit hebt. Hoe jij dan beslissingen gaat nemen met je lichaam. Dus dat je vanuit je lichaam gaat leven. En dat je lichaam gaat voelen wat gezond voor je is. Niet je mind met verhaaltjes. We gaan een beetje geld verdienen of kan een beetje seks. Want ik heb het antwoord. Nee, ik heb op dit moment... Wil je meer seks? Wil je meer seks? Volg je strategie? Ja, heel veel informatie. Ik ben nog 2 dagen mee geschuffeld. Morgen die ayahuasca denk ik nog... Kut, je hebt wel dingen gezegd. Is dat? Nee. Oké. Wil je meer geld? Follow your strategy. Wil je meer liefde? Follow your strategy. Wil je meer love? Follow your strategy. Wat bedoel je nou te zeggen, Lip? Wacht nou gewoon eens een keer. Je bent je hele leven lang ben je alleen maar achter dingen aan gaan rennen. En iedere keer als je erg achteraan rent, kwam er precies wat naar je toe. Ja. Want ik ga je één ding vertellen. Het hele universum, de hele wereld is bezig om iets naar jou toe te brengen. We gaan een speciaal presentje voor Roy brengen. Dit is Roy's presentje, dit is voor jou. En Roy heeft zoiets, ik heb een ideetje. Nou, heb je gemist. Ik blijf niet achter je aanrennen, oh fuck. Probeer nou eens gewoon even een keer de boeddha te zijn. Gewoon in één plek te blijven. En gewoon eens te kijken, wie is er nou echt geïnteresseerd in Roy? Wie wil er nou echt wat van jou? Zonder bijbedoelingen, zonder bijdingen. Gewoon echt iemand die jou wil hebben voor iets wat jou kan. En die iets met jou wil. En als je één succes hebt, dan komt de volgende succes. En dan komt de volgende succes, maar het komt allemaal naar je toe. En al die zorgen die je maakt om het mij te praktiseren, dat heb ik mijn hele leven gedaan. Mijn hele leven over pesten. Hoe moet ik het allemaal doen? Hoe gaan we geld verdienen? Allemaal voor niks. Allemaal van op. Allemaal voor niks. Zo, probeer dat motortje maar te stoppen. En dat zal met ayahuasca ook wel lukken. En ook wel zien. Maar het duurt gewoon tijd. Het is niet dat je zegt dat we in één keer veranderen. Je bent geprogrammeerd op een bepaalde manier. Het duurt 7 jaar om je cellen te veranderen. Wij zeggen dit proces duurt op zijn minst 7 jaar om jezelf te worden. Dan duurt het nog een andere 7 jaar om jezelf te kristalliseren. Dus ik praat hier over een proces van 14 jaar. Ik ben daar de hele weg voor jou. En wat jij maar van vragen en wat jij van ideeën hebt, kom jij maar naar me toe en ik ga jou dat vragen. En ik ga zeggen of je liegt of niet. Voor jezelf. En dat scheelt een hoop tijd. En dit is dat werk. En zo doen we dit werk. Gewoon intens, echt, gewoon logisch en praktisch kijken wat je nou met je energie wil doen. Maar dat moet voor jou komen. En het probleem is dat je mind niet wil opgeven. Dan kun je gewoon vanuit je buik komen. En dat is heel moeilijk voor ons in het Westen. Maar je hebt één grote superplus. Je zit nou hier in Brazilië. Ja. En iedereen zit in zijn buik. Dus het kan niet beter. En je hebt mij als je teacher en je leraar. Die hiermee kan helpen. En alles wat je maar wil weten. Ik geef mijn harddisk. Ik zal je wat audiootjes geven over generators. En een paar simpele dingetjes. Boekje ook en zo. Kan je even een paar dingetjes opzoeken. Dan ben je ook set voor de rest van je leven. Maar we gaan gewoon precies kijken wie nou Roy is. En wat, waar hij nou voor staat. En wat hij nou goed vindt. En het is gewoon door en. Zo doen we dat. Maar het is echt moeilijk om dat dus ook echt te masteren. En dat het echt van jou is. Zonder dat je mind erin springt. Ja. En dat is het proces. En daar gaan we aan werken.